leuk is dan wat ik normaal heb, maar ik haat fietsen nog steeds. Ik ben zo gelukkig op dit moment. Jongens, ze is maar aan het helpen mijn auto schoon te maken hoor. Met stierpen en al, toch? Nee. Love you baby. En jullie willen niet weten hoe vies mijn auto was, joh. Leek gewoon niet eens meer wit. Ja. Ja, ik moet zo meteen de volgende stap doen. Trouwens, het is vandaag dinsdag. Ik begin die vlog echt super asociaal. Maar oké, okay, het is vandaag dinsdag en we hebben al lekker gesport. Lekker? Wil ik eigenlijk niet zeggen, want vandaag hadden we echt veel pijn. Super veel pijn. Maar goed, we moeten morgen weer. Dus nu gaan we snel de auto wassen. En dan naar huis en dan moeten we weer gaan werken. That's our life now. Dus zie jullie later weer. Al een paar dagen verder. Het is vandaag donderdag en ik ben vandaag na 3 dagen werken eindelijk lekker vrij. En we mogen ook vrij. Dus ja, ik heb vandaag zo lekker uitgeslapen, jongens. Ik hoefde ook niet te trainen, want ik ga pas vanavond trainen. En ja, ik heb heerlijk geslapen. Echt na een hele lange tijd heb ik weer zo heerlijk geslapen. Geen wekker hoeven te zetten. Hoe laat werd ik wakker? Ik was wel vroeg wakker geworden. Rond iets van 8 uur of zo. En toen ging ik weer verder slapen. En toen werd ik om 11:30 wakker. 11:30, jongens. Weet je wat dat is? Dat is echt heel wat voor mij. Maar oké. Okay. Ik heb even lekker de was opgehangen. Ik moet nog een wasje ophangen zo meteen. En ja, ik ga even ontbijten. Nou, ontbijt. Lunch is het al eigenlijk zelfs. Maar ik ga gewoon even iets te eten maken voor mezelf. En daarna zie ik verder wel weer. Ik ga sowieso later Jeremiah ophalen. En vanavond moet ik gymmen. Maar dan komt Brigitte opletten op Jeremiah. Dus ja, ik moet ook even kijken wat ik ga kopen. Ik moet ook boodschappen halen. Wat een dag, wat een dag. Ik moet nog van alles doen. Anyway, ik zie jullie later weer. Jongens, ik ben weer helemaal klaargemaakt en ik heb net een super leuke video opgenomen van jullie die vanavond al online komt. Ik zal de link sowieso ook hier in de beschrijving plaatsen, zodat jullie gewoon kunnen klikken en er naartoe kunnen gaan als jullie het nog niet hebben gezien. Het is namelijk een 25 random facts about me, dus 25 random feiten over mij. Zo'n video is het. Het is geen vlog of shoplog, nee, het is echt... Ik hoop dat het niet minder leuk is dan wat ik normaal heb. Maar ik vond het wel super leuk om op te nemen. Dus ik hoop dat jullie het gewoon leuk vinden. En ik ga nu... ik ben bij het adem, jongens. Ik praat veel te snel volgens mij. Anyway, ik ga nu mijn schoenen aandoen en ga ik Jeremiah halen. En dan weer heel snel naar huis voordat het tijd is om te gaan sporten. Het is nu namelijk al 5 uur. En ik had dit alles eigenlijk al in de middag moeten doen. Maar ik was gewoon aan het luieren. Dus moet ik nu allemaal gaan opschieten. Dus ik zie jullie. Wow, wat praat ik allemaal? Ik heb echt spraakgebrek vandaag. Anyway, ik zie jullie later. There she is! Ik ben je tjus vergeten. Nou, belachelijk. Belachelijk. Nou jongens, Brigitte is er zoals jullie net zagen. Dus ik kan weg. Om te sporten. Jij moet naar bed. Je moet nog praten.
Ik moet echt snel doen. Zijn er weer. Jongens, weten jullie nog toen ik zei ik haat fietsen met mijn dikke mond? Met mijn grote mond. Ik ben toch aan het fietsen. Verder over daar. Ik haat fietsen nog steeds. En nee, fietsen is echt zwaar. Ik heb liever rennen. But okay. I'm still doing it, you guys. Still doing it. Die zadel is zo hard. Niet normaal. Hola jongens, het is vandaag vrijdag en ik heb me net helemaal klaargemaakt. Het is trouwens al middag. Ik heb vanmorgen Jeremiah naar school gebracht. Ik heb me helemaal klaargemaakt omdat mijn moeder me net belde van Joshua, wat ben je aan het doen? Kom gewoon naar buiten eventjes. Oh, volgens mij heb ik dit ding verkeerd aangedaan. Kijk, dit ding is gewoon voor. Ik ben echt super belachelijk. Ik ga het gewoon knippen zo meteen. En anyway, dan kan ik ook meteen mijn outfit laten zien. Ik heb zo een oversized sweater aan. Een beetje lang als een jurkje. Hij is van de Primark. Het is trouwens geen eerste sweater, een hoodie. Met legging van de Primark ook. En mijn LV laarsjes. En ja, dat is zo'n beetje. Ik ging vandaag voor het gemak. En het is ook super koud buiten. Maar dit blijf ik lekker warm. Anyway, ik ga gewoon even snel doen. Richting Amstelveen naar mijn moeder toe. En dan ga ik volgens mij even naar het winkelcentrum. En daarna ga ik Jeremiah ophalen van school weer. Dus ja, dat is het een beetje voor vandaag. Anyway, ik zie jullie zo meteen wel weer. Jongens, mijn moeder haalt me uit mijn huis. En ze is niet eens klaar. Besef, ik wilde bijna doorrijden naar het winkelcentrum. Maar goed dat ik de belde om te vragen van, waar ben je? Hoor ik gewoon dat ze nog thuis is. Ik weet echt niet hoor. Horen jullie er? I'm coming. Dit zegt ze al 5 minuutjes lang. Hè, ma? 5 minuutjes lang. Eén Engelse vrouw speelt hoor. Zo jongens, we zijn nu in de Action. Ik ben eigenlijk echt op zoek naar iets die ik dus hier niet zie. Ik ga denk ik naar de andere Action moeten. Christmas decoration. So much. Oh, I like this one. Die is echt leuk. Oeh, ze hebben een grote strikje. Oh mijn god. Ja, yeah, I love glitters. Oké, you guys. Ik heb eindelijk een grote strikje gevonden. Die neem ik. Oeh, nu zit ik vol glitter. Oh god. Jongens, die is nog groter. Ik wil die. Maar dan pak jij die kleine. Jongens, ik ben zo zielsgelukkig nu op dit moment. Like, look at all of this. En of course, kunnen die lekkertjes niet missen. Jongens, ik ben zo gelukkig op dit moment. Ik heb gevonden waar ik eigenlijk voor kwam naar de Action. Ik heb het gevonden en waren er nog maar 2. En mijn moeder heeft de 2e gepakt. Dus we got it both. Anyway, ik ga jullie zo meteen, wanneer ik thuis ben, sowieso alles wijzen wat ik heb gehaald. I'm so happy, you guys! Nou jongens, ik ben al een tijdje weer uit Amstelveen. Ik heb Jeremiah opgehaald van school net. En het ging goed op school, toch? Ja. Waarom doe je zo chagrijnig? Ja. Nou, hij is chagrijnig, omdat hij dus zijn telefoon wil. En ik heb hem geen antwoord gegeven of ik zijn telefoon bij me heb. Heb ik wel bij me. Maar ik wil het gewoon nog niet aan hem geven. Anyway, we gaan nu even boodschappen halen. En dan gaan we weer naar huis. Oh, misschien ga ik gewoon even eerst naar mijn moeder. Ja. En dan ga ik naar huis. Ook daar boodschappen doen, bro. Nee, we gaan geen boodschappen doen in Amsterdam. We gaan boodschappen hier doen. Want ik wil naar de Jumbo. Anyway. Dat dus. Oh ja, trouwens, ik ben ook gewoon nog steeds met mijn moeder. Ze is nog 8 dagen gebleven.
Maar ik loop gewoon naar de auto, want het is best wel koud. Mama, je hebt de auto en je parkeert. Oh, nu wil je blij doen, hè? Want je weet dat ik je telefoon bij me heb. Daarom wil je blij doen. Ja. Nu wil hij blij doen. Maar oké, ik ga gewoon snel de auto in. En dan zie ik jullie thuis wel. En dan thuis wijs ik jullie ook sowieso alles wat ik heb gekocht. Dus ik heb zo zin in! Zo jongens, ik ben bij mijn moeder weer. En het is echt koud, hè. Ik zit gewoon al de hele tijd zo. Het is echt koud geworden, anyway. Ik ga nu eten. Ik ga klaroen eten. Hoe heet dat? Klaroen of zo. Ik ga klaroen eten. Met zoutvlees en krabbetjes en gedroogde garnalen. Oh joh, nu lijkt ik echt zo'n slechte Surinaamse chickie. Hoe weet ik niet hoe die groente heet? Het heet klaroen, mensen. Klaroen. Ja. Maar ik ga het nu wel lekker eten. Dus. Bye bye. Hey jongens, ik ben er thuis. En ik ben echt super moe. Dus ik ga heel snel nog aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht in de Action. En daarna ga ik lekker douchen en mijn bed in. Want ik moet morgen weer werken. En ik heb echt weer pijn aan mijn oog. Ik weet niet wat het is. Ik heb echt zoveel last aan mijn oog. Het is gewoon niet normaal. Misschien moet ik even langs de opticiënt of zo. Anyway, ik ga jullie nu wijzen. Ik heb hele leuke kerstballetjes gevonden. Ik heb deze kerstballetjes. In deze kleur. En ze zijn van glas. Het roze. En ik heb... Oei. Ik had het. Ik maak het ding bijna stuk. Ik heb deze plant. Het is een nep plant. En deze pot vind ik echt super leuk. En ik wilde eigenlijk een andere, maar ik vind deze wel super gaaf. Dus ik heb deze. En dat ga ik daar op die pilaar zetten. Volgende. Oh, ik heb trouwens ook dit. En het zijn ledlampjes in zo'n glazen dingetje. Dus kan ik het hier beter wijzen. Ik weet niet meer hoeveel het kostte. Of volgens mij was het 12 euro of zo. Ik heb deze hele grote strik. Ik had trouwens eerst een andere geweest die ik zou pakken. Maar toen zag ik deze. En deze is echt leuk. Oh, ik hou het niet goed vast. Deze hele grote. En hij heeft ook licht. Zie je dat? Met ledlamp. Dus deze ga ik nu in de boom zetten. In plaats van die kleine daar bij de piek. En, oh, dit heb ik gewoon een autootje met kerstdingetjes, chocolaatjes. Had ik voor Jeremiah, maar die krijgt hij vanavond niet. Want hij ook, ging ook een beetje gek doen. En ik heb deze. Ah, mijn vinger zit vast. Ik heb deze met Joyful. Als jullie mijn vorige kerst inkopen video als zagen, toen ik nog niks had gekocht, had ik deze ook al gefilmd. Dat ik het zou nemen en ik heb hem nu. Alles is echt grijs met glittertjes. Bijna. Oh, en ik heb hier ballen. Ik heb ze ingepakt, want ik wilde niet dat ze stuk gingen. En ik vind ze zo leuk, you guys. Kijk die bal. Kijk hoe leuk. Oh, zo cute. En ik heb er... twee volgens mij van. Ja, ik heb er twee van. Dit. Oh, dit is ook iets super leuk. Oh, alles zit onder de glitters. Dus dit is een klok. Wat is de onderkant? Ik weet niet wat het onderkant is. Ja. Zo, moet die. Nee, hij moet zo. Oh, ben ik aan het struggelen. Dit is zo'n glazen klokje. En ik vond hem zo leuk. Echt waar, niet normaal. En ik weet ook niet meer hoeveel die kostte. Oei. Ik heb deze chocolaatjes. Deze is met Dame. En deze is met Oreo. En ik heb
in totaal 2 van alles. Het is gewoon lekker. Ik heb ook voor de kerstboom deze kleine strikjes. Om gewoon in de kerstboom te zetten. Daar heb ik 2 van. Oh, pak je batterijen. En deze zilveren ballen waren per stuk 1 euro of zo. En ik heb er 3 van, want ik heb ook al zilveren ballen hier binnen. Like, look how cute, you guys. Wat is? Heb ik er 3 van. En allerleukste, waarvoor ik dus naar de Action ging, is deze masterpiece. Het is een... Oh, hij is stuk! Nee! Oh mijn god, nee! Ik kan dit niet geloven, hij is gewoon stuk. Hij is gewoon stuk. En het was gewoon de laatste. Wauw. Ik ga hem gewoon terugbrengen. Maar anyway, het is een theelichthouder. En het is helemaal van glas. Nou. Ik ben echt sad nu. Ik ben echt zo sad. Ik heb hem nog helemaal ingepakt in papier. En het is alsnog stuk gegaan. Ik was zo happy toen ik het eindelijk had gevonden. Ik ben echt verdrietig nu. En mijn oog deed al pijn. Dus dubbel verdriet. Nou, vind ik echt niet kunnen. En die van mijn moeder is niet stuk. Die van haar is gewoon al op de tafel. En ze heeft dit alleen maar door mij gekocht. Ik vind dit echt niet leuk. Gelukkig heb ik de bon bewaard. Normaal gooi ik mijn bonnetje echt snel weg. Maar ik ga dit echt wel terugbrengen. Want ik wil echt wel een nieuwe. Anyway, dat was alles wat ik had gekocht vandaag. En ik ga gewoon nu de douche in en dan ga ik slapen. I'm sad for the day, you guys. Doei. Hola jongens, het is vandaag zaterdag. En zoals jullie zien kom ik net van werk. Ik ben nu thuis. Ik moet gaan koken, maar voordat ik ga koken ga ik jullie even heel snel iets superleuks wijzen wat ik vandaag heb ontvangen. Oh, moet ik het even draaien? Hè? Oh my god. Ik heb dit superleuk pakketje ontvangen van Luxury Glam. En het zijn... Dit is... Lashes by Luxury Glam. Oh, dat is cute. Oh, je kan het niet goed zien. Ja, nu wel. En dit is volgens mij de eyeliner waarmee je de lashes kan plakken. En wat heb ik allemaal nog meer? Ik heb deze. Dit is echt super leuk ingepakt trouwens. Like, how cute is this, you guys? En ik heb 2 setjes gekregen. Deze is wat extra. Oh, I love it. I love this. I really love this. Oh, en ook nog een tangetje om het vast te kunnen zetten. Dat is zo cute. En even kijken of ik het kan openmaken voor jullie. Zo, kijk. Deze zijn wat neutraler. En ik ben echt benieuwd hoe ze gaan staan. En deze zijn degenen die extra zijn. Ik kan ook even jullie openmaken. Het is zo cute. Kijk al die kleuren dan. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit me zal staan, jongens. Ik ben echt super benieuwd hoe het me gaat staan. En ik vind het echt super leuk dat de eigenares van Luxury Glam dit naar mij heeft gestuurd. Om het uit te testen. En ik ga het sowieso uitproberen. Maar ik ga het niet vandaag doen. Want ik moet zo meteen gaan sporten. Ik moet nog koken. Dus ik moet even snel opschieten. Maar het komt sowieso wel in een aparte video. En dan ga ik het jullie wijzen. En ik vind ze echt nu al super bom eruit zien. Dus ja. En ja, als ik ze heb opgezet, heb ik trouwens ook nog een ander super leuk nieuwsje voor jullie. Dus
blijf gewoon vooral kijken naar mijn vlogs. En dan kom je er wel achter. Als je nog niet bent geabonneerd, vergeet dat niet te doen en je meldingen aan te doen. Want dan krijg je op tijd een melding. En dan weet je precies wat er gaande is. Oh jongens, ik ben zo benieuwd. Oké, anyway, even vandaag verder. Trouwens, ik zet sowieso wel de webpagina van Luxe Reclaimed in de beschrijving. Dan kunnen jullie het zelf ook opzoeken. Alleen, het wordt pas op 1 december gelanceerd. Dus je kan nu nog niet bestellen volgens mij. Maar goed, verder voor vandaag. Ik had jullie net al gezegd, ik moet zo meteen gaan sporten om 8 uur. En het is nu volgens mij 6:30. Dus ik heb niet eens anderhalve uur. Want het duurt ongeveer een kwartiertje, 20 minuten om naar daar te rijden. Dus laat me zeggen, ik heb een uurtje om even snel te koken en zo. En dus dat. Oh ja, trouwens, gisteren had ik ook meteen de kerstboom met Jeremiah doorversierd. Ik ga jullie even wijzen hoe dat eruit ziet. Dit is de kerstboom, jongens. Nu ziet het er zo uit. Like, I like it. Dit zijn trouwens alle kleuren in mijn huis. Ja, dat was dus de kerstboom nu. Het is helemaal klaar. Het is cadeautjes ready. Cadeautjes ready. Anyway, ik ga denk ik deze weekvlog maar gewoon meteen afsluiten. Morgen moet ik ook gewoon werken en het wordt niet bijzonder of zo. En ik denk dat het anders veel te lang wordt allemaal. En te langdradig en misschien te saai. En dat wil ik niet. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet het vooral niet te doen. Vond je het een leuk filmpje? Vergeet je duimpjes omhoog niet te doen. En ik zie jullie gauw in een volgende video.